Goedemorgen! Het is 7:15 en ik moet om 8:00 werken, dus ik zit er alweer klaar voor. Het is gewoon pik en pik donker buiten. Dit is de eerste keer dat ik om 8:00 moet beginnen dat het echt pik donker is. De laatste paar keer was het wel een beetje donker, maar nog niet zo donker als dit. Ik ga hem even opmaken en ik heb wel weer echt last van mijn huid. Het is echt... Daar merk je dat winter wordt. Ik krijg hele droge huid, heel snel uitslag. En ik had dus vannacht vet warm, want ik had de verwarming de hele nacht aan laten staan. En ik weet wel dat mijn ouders hem 's nachts altijd naar beneden zetten. Zeg maar, overdag stond hij 20, misschien een keer 21. En dan 's nachts dan zetten ze hem al naar 18. Maar ja, ik heb er nooit meer aan gedacht. Ik ben gewoon in bed gaan liggen en ik had het echt warm. Ik heb ook helemaal van die rozige wangetjes. Ik werd echt wakker van wow. Oké, dus ik heb hem nu ook maar gelijk naar beneden gezet. Want ik ben er natuurlijk de hele dag niet. En dan zit hij te stoken voor niemand en dat kost alleen maar geld. Maar dat moet ik dus niet vergeten. Daar moet ik voortaan even aan denken. Want ja, weet je, je ligt 's nachts onder een deken. En dan hoef je niet zo nodig 21 graden in je huis te hebben. Maar ja, ik ga hem nu even opmaken. En dan moet ik 10:00 werken vandaag. Zo, ik ben goed ingepakt tegen de winterse kou. Ik heb nog steeds mega rode wangen. Ik kom er gewoon niet vanaf. Is het niet best dit? Nou ja, dat gaat nergens over. Ik heb trouwens mijn nieuwe jas aan. Ik weet niet, kun je dat goed zien? Het is een beetje zo'n pluizige jas van de Primark. En dat was dus nog een superleuke verrassing. Want ik was in de veronderstelling dat die 30 euro zou zijn. En hij was maar 15. What? Echt, en dit is dus die jas waar ik de vorige keer maar over na bleef denken van... Oh, ik had hem toch wel moeten kopen en ik had echt spijt dat ik hem niet gekocht had. Maar dat was uiteindelijk dus maar goed, want hij was nu gewoon keihard afgeprijsd. Soms zijn dingen echt gewoon... Ja, die moeten zo zijn. Oh ja, mijn fiets is een beetje crack. Was ik alweer vergeten dat hij een beetje gevallen was. Oké, even kijken. Hop, hop, hop. En... Opstappen. Ja. Mijn zadel is nat, dat is niet prettig dit. Het is niet zo koud, moet ik zeggen. En dan heb ik mijn muts op. En ik had verwacht dat het heel koud was en dat is het helemaal niet. En iedereen zit me aan te kijken van, wat de fuck heb jij een muts op? Want zo koud is het helemaal niet. En ik moet ook maar 2 minuten fietsen, dus eigenlijk doe ik gewoon een beetje zielig. Dat doe ik gewoon omdat je zo'n leuke plop op mijn kop hebt. Het werken zit erop en het regent. Dus ik ga eventjes naar de supermarkt, want ik moet even boodschappen halen. Want ik heb niks meer in huis. En ik heb besloten dat ik vanavond hamburgers en... hoe heet dat ook alweer? Bloemkool ga eten. Ik had het vandaag wel weer zwaar. En ik moet zeggen, ik heb een soort van... niet goed gedaan. Ik heb namelijk 1 stukje pure chocola op. Zeg maar, volgens mij iets van 20 gram. Heel weinig. En ik dacht ook, oké, pure chocola is nog wel oké. Maar ik trok het even niet meer gewoon. Ik dacht, ik moet nu iets hebben. Gewoon even om die zin in lekkers kwijt te raken. Zodat ik niet... Alleen maar bij alles wat ik pak denk, oh, ik moet lekkers. En dat heeft wel geholpen, want dat heb ik echt rond 1 uurtje of 1 gedaan. En daarna had ik ook eigenlijk helemaal niet meer zo'n zin in om te snaaien. Maar officieel mocht het niet, dus ik ben een beetje in overtreding. Maar ja, daarom gewoon vanavond weer keihard gezond. En de voorstelling met mijn vader begint om 8:00. Hij zou me ophalen, dus ik denk rond 1:30. En we hadden super lekkere taartjes over. Alles wat overblijft mag dus altijd mee naar huis. Dus die heb ik meegenomen voor hem. Dacht, kom ik daar ook weer even goed vanaf. En dan eet nog iemand het op. En ik vind het zo zonde als het weggaat. Nog meer te vertellen? Nee, nu even niet. Mijn telefoon wordt nat, dus ik moet kappen. Ik loop echt langs zo'n wildvreemde man. Zegt die man tegen mij. Wat een mooie jas. Oh, you're a sheep. En ik kijk hem echt zo aan. Gewoon lachend zo van, yeah, right. Zegt hij. Ja, een schaap bedoel ik, een schaap. Denk ik, ja, dat snapte ik wel. Ik weet gewoon niet wat ik hierop moet zeggen. Ja, wat zeg je daar nou op als iemand dat tegen je zegt? Nou, dat was niet in mijn koekoek denken, want wel heel grappig. Oké, het eten is binnen. Ik ga het gelijk opzetten. Ik heb ongeveer een kwartiertje om het klaar te maken, want over een half uur komt mijn papa. En Pep is weer zo schattig. Ik merk echt, ze zeggen altijd van, weet je wel, een kat is niet zo enthousiast als je thuis komt als een hond. En dat is waar, dat ga ik ook echt niet ontkennen. Maar tot nu toe, de laatste tijd, als ik dan naar huis loop en hij is bij de buurvrouw, dan komt hij echt gelijk met me meelopen. Dus hij gelijk hier binnen bij mij en ik voel me nu wel een beetje schuldig dat ik gelijk weer wegga. Maar hij zit heel goed bij de buurvrouw. Hij heeft alleen een spiegel gemold. Dus dat is niet zo netjes. Dat is niet zo lief. Nee, drukke poes. Ja, ik heb wel echt onwijs honger nu. Snel eten en dan op naar theater.
Er was dus vandaag een klant en die vertelde dus dat hij aan een koolhydraatarme levensstijl had. Dus toen, vet grappig, dus ik zei van, ik probeer een weekje geen koolhydraten te eten, maar dat valt echt super zwaar. Toen zei hij, ja, maar dat moet je ook helemaal niet doen. Hij zegt, je moet je levensstijl veranderen, niet één week. Ik zei, ja, maar ik wil gewoon even uitproberen wat voor effect het op me heeft. Hij zei, ja, maar geloof me, als jij gewoon op langere termijn minder koolhydraten eet in plaats van geen, ga je en meer effect zien, want na een week heb je nog niet zoveel effect. En uiteindelijk is het ook makkelijker, want je mag het wel, maar hij zei, je kan beter doen dat je bijvoorbeeld overdag geen koolhydraten eet, dus geen brood. En dan 's avonds wel, maar matig. Dus normaal gesproken neem je een half bord aardappels en dan doe je een kwart. En in plaats van dat je 2 of 3 keer in de week pasta eet, eet je het maar 1 keer. En pizza valt dan ook onder koolhydraten uiteraard. En toen dacht ik, ja, hij heeft daar wel een punt. Dat is natuurlijk, ja, dan maak je het jezelf makkelijker. En aan de lange termijn heb je veel meer dan dat ik nu volgende week gewoon weer keihard begin met koolhydraten eten. Wat heb ik dan in deze week gehad? Dus ik heb besloten dat ik vanaf nu gewoon dan het zo ga doen. Daarnaast mag je natuurlijk door de week dan niet snoepen en in het weekend een beetje. Niet jezelf helemaal volgevreten, want dan heeft het geen effect. Dus ja, ik hoop dat het op die manier dan inderdaad een langetermijn effect heeft. Want ik moet nu nog gewoon hoesten en ik merk eigenlijk nog niet dat het daar een positief effect op heeft. En uiteindelijk doe ik het daarvoor, dus dat hoop ik wel. En ik merk wel, de broek die ik vandaag aan heb zit gewoon serieus losser dan normaal. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, want ik heb 4 dagen echt alleen maar groente en vlees op. En ik trok het ook echt niet meer. Het werd ook te veel. Dus ik hoop dat morgen, Nick komt morgen terug. Maar ik hoop dat het een beetje op tijd is dat we samen kunnen eten. Maar misschien is dat ook wel niet zo. En dan moet ik alleen eten. En dan doe ik gewoon pizza, denk ik. Dan doe ik het gewoon gelijk goed fout. Ik ben ook bang dat Birdie hier morgen komt met mega veel zakken snoep. Want zij had dus al gezegd van ja, ik stop vrijdag ermee. Want ik heb vrijdag een verjaardag en dan kan het toch niet meer. En net stuurde ze een berichtje van ja, ik ga zo meteen naar Jamin en dan ga ik vet veel snoep halen. Toen dacht ik, dat wil ik niet. Ik wil niet gewoon weer vol gas elke dag croissantjes halen en alleen maar snoep en chips eten. En niet lunchen en ontbijten, maar frikandelbroodjes. Ik wil echt dan mijn levensstijl aanpassen op die manier dat het af en toe iets lekkers en wel koolhydraten, maar niet te veel. En hi, liefie, was je weer thuis? En dan op die manier hoop ik dat het effect gaat hebben op mijn gezondheid. En als dat niet zo is na een half jaar, als ik het überhaupt zo lang volhoud, ja, was je weer thuis? Dan, dan kap ik er natuurlijk ook zo weer mee. Zo ben ik dan ook wel weer. Ik voel me, aan de ene kant voelt het een beetje als opgeven, maar dat komt meer omdat ik bang ben dat anderen denken dat ik het nu opgeef. Maar dat is niet zo. Ik wil dit echt. Maar ik wil het dan goed doen. En ik dacht zelf ook wel. Dat zei ik ook tegen Birdie. Ik zei ja, dan heb ik een week geen koolhydraten gegeten. En dan, weet je wel. En dan ga ik gewoon, verval ik weer keihard in mijn oude patroon. En dat heeft toch dan helemaal geen zin. Wat ben jij aan het doen? Zeg eens even hallo. Hallo. Hallo Peppy. Ja, het is al 19:30 en mijn vader is er nog niet. Dus dat betekent dat ik nog heel even tijd heb. Mijn haar is een beetje verstrooid, maar dat accepteer ik maar. Wow, dit is gewoon mijn vader. Wow. Nou, dat betekent dat ik mijn schoenen aan moet trekken. Hi papi! Zal ik naar beneden komen of kom je nog naar boven? Oh, ik kom naar beneden. Kom maar aan. Oké, dus schoenen aan en hop hop naar beneden.
Dit was zo leuk. Echt zo leuk. Ik had het echt niet verwacht. Ik was hier niet op voorbereid. Echt. Nou ja, ik ga even rustig naar huis. Ik ga even dan op de bank zitten. Dan ga ik echt vertellen hoe leuk dit was. Het was echt super. Het was zeg maar een band van 6 man. En er stond dus echt zo'n vrouw onwijs goed zingen en doen. En ze probeert de hele zaal mee te krijgen. En natuurlijk, zoals Veenendaal is, lukt dat echt voor geen meter. Ze zitten echt allemaal zo om zich heen te kijken. En heel iemand die heel veel lef heeft, die doet een beetje hey. En ze doet zo hard haar best. En op een gegeven moment vraagt ze of ze allemaal gaan staan. En iedereen gaat staan. En na een nummer zitten ze ook gelijk weer. Maar op een gegeven moment, in de tweede helft, ja, verandert er iets. Er komen meer bekende nummers en een aantal vrouwen nemen gewoon het voortouw om los te gaan. En dus dat is dus ook eentje naast me. Die was echt minimaal 75 jaar. Misschien was ze wel 80. Ze was echt super oud. En ze zat helemaal zo op die stoel. En dan ging ze helemaal staan en helemaal dansen. En voor je het wist stond gewoon die halve zaal te dansen. Dat was zo cool. Ik moet zeggen, het waren vooral vrouwen, maar ze gingen helemaal los. Het zag er echt niet uit, maar het was zo grappig. En toen kreeg ik dus een pepermuntje aangeboden van die vrouw naast me. Toen dacht ik, nou, dit is echt een hoogtepunt. Ik was denk ik ook de jongste die er was, maar ik vond het echt superleuk. Ik heb er zo van genoten. Die vrouw kon super goed zingen. Het klonk allemaal onwijs goed. En ja, ook gewoon de hele sfeer eromheen was heel leuk. Dus het was echt een geslaagde avond. Ik ga mijn nestje in en lekker pitten. Bedankt voor het kijken. Wel trusten en ik zie jullie morgen weer. Doeg! Goedemorgen, het is 8:30, het is echt nog vroeg, maar ik ben wakker en het is koud in dit huis, echt serieus.